Op de maandagmarkt in Uden is het voor niet-commerciële maatschappelijke instellingen mogelijk om gratis een marktraam in te richten. De maatschappelijke organisaties kunnen op deze manier hun diensten presenteren aan een groot en divers publiek. Udensmarkt is de grootste in de regio en trekt wekelijks duizenden bezoekers. Maatschappelijke instellingen die interesse hebben, kunnen voor meer informatie en reserveren contact opnemen met marktmeester Pascal Donkers. Per instelling kan er maximaal 1 kraam per marktochtend worden gereserveerd. Bij veel aanmeldingen wordt er gewerkt met een wachtlijst. Op de besproken marktdag dient de instelling zijn kraam te bemannen van 8:30 tot 12:30. Voorwaarde is wel dat de kraam beslist geen commerciële inslag mag hebben en dat er niets verkocht mag worden.